komt ook hier een Slappendel. Over de finale. Over de finale. Haalt ze het of haalt ze het niet? Haalt ze het of haalt ze het niet? Doorrijden in. Oei, oei, oei. Het wordt hier een Slappendel. Hier een Slappendel. Wordt kampioenen van Nederland. Ja, echt een bizarre ontknoping eigenlijk. Ja, goed. Ik had het tot de laatste 10 meter mezelf nog steeds niet in het rood-wit-blauw gedacht. Ik loop in de laatste 10 kilometer opeens vrij hard, of de laatste 5 kilometer opeens vrij hard in op Lucinda. En ja, ik wist dat ze echt kapot ging. Tenminste, dat idee had ik en ik was ook helemaal kapot. Dan denk je, nou Iris, als je ooit een Nederlandse kampioen wil worden, dan moet je het vandaag doen. Ja. Ja, het was heel close vandaag. En ja, zo close heb ik nog nooit gehad. En het was gewoon heel zwaar en ik denk al een hele mooie strijd. Goed, ik dacht, ik moet gewoon die laatste sprint heuvel op gewoon staan, blijven staan. En ja, ik ging er nog overheen. Ja, ik snap het ook niet. De eerste emotie was dat ik gewoon helemaal niks kon meer. En de tweede emotie is ja, dat je het op een haar mist natuurlijk. Ik wilde me echt niet op deze manier afstaan aan de concurrentie. Is dit een mooi podium? Ik had het even heel emotioneel. Ja, ik weet niet. Dan komt er even alles voorbij en dan denk je echt van nou, dit is echt een van de, ja, op wielengebieden, in mijn wielercarrière, een van de mooiste dingen die ik mee kan maken, denk ik. Ja, heel erg bijzonder. En ja, mijn vader was er en mijn vriend. En ja, gewoon de meiden van de ploeg. Echt heel erg leuk.